Nou, eigenlijk een van de oudste dingen die ik heb meegenomen is dit potje uit de Romeinse tijd. Dat is ook gevonden tijdens het HSL-onderzoek en in Westerrijk. Breda nu. In Prinsenbeek zijn er een aantal archeologische opgravingen gedaan. Verschillende vondsten stammen uit de steentijd tot aan de 80-jarige oorlog. In de Salonbibliotheek kwam Joelske Nolle de vondsten presenteren en uitleg geven hoe en waarom archeologie in Breda werkt. Ik ben Joelske Nolle, ik werk als archeoloog voor de gemeente Breda. En ik kom vandaag op uitnodiging van de Salonbibliotheek een lezing geven over de archeologie van Prinsenbeek. Vooral een tijd geleden, tijdens de HSL-aanleg, is er heel veel gevonden. Maar ook tegenwoordig doen we nog steeds onderzoek in Prinsenbeek. Bij de HSL is eigenlijk bewoningssporen gevonden vanaf de bronstijd tot en met de middeleeuwen. En ook nog uit de 80-jarige oorlog. En alles wat daartussenin zit, wordt er eigenlijk gevonden. Op sommige plekken, niet overal natuurlijk. Eigenlijk zijn alle archeologische vondsten belangrijk voor de geschiedenis van Breda. Want het zijn allemaal puzzelstukjes die het verhaal van Breda en ook van de dorpskernen zoals Prinsenbeek bij elkaar brengen. En duidelijker maken. En dat is bijvoorbeeld dat HSL-traject, maar ook bij Westerrijk. Een vondst van een particulier in 1981, waar een hele kuil vol met heel veel aardewerk is gevonden. Die licht ik uit. En ook het rioolbegeleidingstraject, wat we hier hebben gedaan in de Schoolstraat, in de Valdijk. Wat is daar dan gevonden? Wat kan je nog vinden tijdens zo'n rioleringsproject? We hebben hier gegraven voordat het Hagedonk werd gebouwd. Wat is hieronder gevonden? Nou, al dat soort dingetjes wil ik even aanstippen. En daar heb ik ook wat vondsten bij meegenomen. Nou, eigenlijk een van de oudste dingen die ik heb meegenomen is dit potje uit de Romeinse tijd. Dat is ook gevonden tijdens het HSL-onderzoek en in Westerrijk. Dit is bijvoorbeeld een stuk van een 10e eeuwse pot, Duisburgs aardewerk. Dus dat is weer een hele andere periode. Wat ik zelf leuk vind, omdat het hier gevonden is, zijn de schrijfstiftjes die gebruikt zijn op de school die hier heeft gestaan voordat het Hagedonk werd gebruikt. Dus daar schreven ze mee op lei. Ik heb wat leer meegenomen, leren schoenen die uit de waterput afkomstig zijn. En dus heel veel mooi aardewerk uit de 18e en 19e eeuw die aan de Beekse Straat zijn gevonden. Bij die meneer in die put toen hij daar zijn huis aan het bouwen was.